De zoon van de huisbaas bemoeide zich ermee en heeft wel eens gezegd dat als wij naar de huurcommissie zouden gaan, hij de brandweer zou bellen. En dat we er dan per direct uitgezet zouden worden omdat het huis niet brandveilig genoeg was. Dit is één van de verhalen uit het Zwartboek. De grootste problemen zijn achterstallig onderhoud en een te hoge huurprijs. Maar er zijn nog ernstigere problemen. Huisbazen die hun huurders bedreigen of het huis uit willen zetten. Soms echt wegpesten. En die excessen die gaan we ook aanpakken. In praktijk blijkt dat huurders de problemen niet zelf op kunnen lossen. Als je een te hoge huur hebt, dan kun je naar de huurcommissie. En we pleiten er ook voor dat mensen dat echt doen. Dat is de eerste aangewezen instantie om heen te gaan. Maar als jouw huisbaas met een doorgeladen pistool door je huis loopt of poep aan je muur smeert, dan is anderhalf jaar procedure soms wel eens te lang. En dan vinden wij dat de gemeente direct in actie moet kunnen komen. De ChristenUnie heeft twee voorstellen ingediend om de huisjesmelkers voorgoed aan te pakken. Het eerste is dat huisbazen die hun eigenaren of hun huurders wegpesten of ze bedreigen, dat de gemeente dan direct in actie kan komen. En het tweede is een vergunningssysteem voor doorverhuurbureaus. De prijzen zijn hoog, de prijzen voor bemiddeling en voor huur. En ze stellen vaak contracten op die helemaal niet kloppen. Ze gaan regels opstellen en als mensen zich niet aan de regels houden, mogen ze geen doorverhuurbureau meer beginnen in Leiden. De nieuwe regels gaan voor 2014 van kracht.